Certificeringen op matrassen worden steeds belangrijker, omdat de wereld eigenlijk steeds kleiner wordt. Import, export. Er komen nu heel veel matrassen uit hele verre landen. En daar is totaal geen controle wat er op deze fabrieken wordt uitgevoerd. In Europa hebben we Certipoer-certificaat. Dit is voor alle fabrikanten die iets met matrassen en met schuim te doen hebben. En daar wordt echt gekeken of er geen giftige stoffen in het schuim zitten. Gek genoeg mogen er ook bepaalde giftige stoffen in het schuim zitten. Dus dat zijn matrassen die hebben een certificaat. Maar toch zitten hier stoffen in die giftig zijn. En dat zijn stoffen die mogen. Zoals bijvoorbeeld brandvertragers. Brandvertragers kunt u zelf heel makkelijk googlen. Het is een giftige stof en wordt heel vaak in matrassen gestopt. Maar goed. Daar gaan we even niet van uit. Als we uitgaan van andere certificeringen, ik vind vooral voor kindermatrassen het heel belangrijk. Kinderen zijn heel gevoelig als het gaat om stoffen. Dus heel belangrijk dat vooral op kindermatrassen alle certificeringen zitten. Nou, en welke zijn dat dan? Nou, dat is bijvoorbeeld hygiëne, dat is medisch getest, is een hele goede. Maar het zou ook een CE-hulpmiddel kunnen zijn voor medisch getest. Dus een CE, dan is het een medisch hulpmiddel. Maar dat zijn eigenlijk certificeringen die u niet nodig heeft. Dat zijn certificeringen die vooral in ziekenhuizen nodig zijn. Dat de verzekeringsmaatschappij het dekt. Maar dat is voor u niet van belang. Maar wat wel van belang is, is als vooral als matras van ver weg komt. Dat er geen cadmium in zit of dat het matras in die container niet helemaal ingespoten is. Ik zou daarom zelf altijd voor een Europees product kiezen. En ik zou ook even naar de certificering kijken. En dan zou ik zelf er altijd voor kiezen om een matras te nemen waar geen brandvertragers in zitten. Succes!